Dit is de KRO via Nederland 1 met de trekking van de Algemene Loterij Nederland. De Algemene Loterij Nederland organiseert dit jaar 6 trekkingen op bankrekeningnummers en 6 op girorekeningnummers die alle door de KRO bekend worden gemaakt. Vanavond ziet u de bekendmaking van de 5e trekking van de bankrekeningnummers. In het kader van deze loterij worden geen loten verkocht, maar degenen die aan deze loterij meedoen ontvangen een deelnemersbewijs en loten mee op hun bankrekeningnummers. Trekkingslijsten zijn verkrijgbaar bij de SUFA, Zomerhofstraat 68 in Rotterdam. De trekkingslijst wordt ook gepubliceerd in de Dagbladpers vanmorgen. U ziet hier het resultaat van de 5e trekking. Als een van deze nummers gelijk is aan uw bankrekeningnummer en u heeft deze ronde meegedaan, dan heeft u een van deze of de volgende prijzen gewonnen. Hier ook een aantal extra prijzen van 60 gulden getrokken. En wel op alle bankrekeningnummers die eindigen op de cijfers 38. Op 21 oktober kunt u kijken naar de bekendmaking van de 5e trekking van de loterij op de girorekeningnummers. En op 18 november naar de 6e trekking van de loterij op de bankrekeningnummers. Heeft u een betaalrekening bij een bank of een spaarbank? Mm-hmm. Dan kunt u elke 2 maanden met uw banknummer als lotnummer meespelen in de Algemene Loterij Nederland voor slechts 10 gulden. U vult gewoon de machtigingskaart uit uw radio-tv-blad in, stuurt hem op en wij doen de rest. Trekkingsuitslagen via dagbladen en televisie. Kom, schat, als je nu even de honden gaat uitlaten, kun je gelijk de kaart even op de bus doen. En als je terugkomt, kun je weer gaan slapen. Want de prijzen komen toch vanzelf. Okay. Voor 10 gulden verandert uw bankrekeningnummer in een lotnummer in de Algemene Loterij Nederland. Einde, dames en heren, van het KRO-programma van vanavond. Zo dadelijk volgt nog een uitzending van de ICOM. Ik wens u nog een heel prettig weekend. Wat mij en de KRO betreft heel graag tot ziens. Goedenavond, dames en heren. Vanaf vandaag kunt u de ICOM weer regelmatig op vrijdagavond laat op uw scherm verwachten. Steeds op de zender Nederland 1.
En in deze eerste vrijdagavonduitzending zenden we een programma uit ter herdenking van de Chileense zanger Victor Jara. Toen op 11 september 1973 de regering Allende met geweld door de militairen ten val werd gebracht, was Victor Jara een van de eerste slachtoffers. Een van de 30.000 Chilenen die in die dagen de dood vonden. De Zweedse televisie heeft de enige bestaande televisieopname van een optreden van Victor Jara gecombineerd met herinneringen van zijn vrouw Joan. Ze praat over zijn jeugd en over de septemberdagen die 5 jaar geleden alweer de wereld schokten. In dit zwart-wit programma zult u vooral in het gedeelte van het optreden van Victor Jara wat beeldstoringen zien. En het is misschien goed om te weten dat dit niet aan uw toestel ligt. Er waren wat moeilijkheden, heeft u begrepen, en we gaan proberen opnieuw te beginnen.